Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Jax.nl. Dit is de Ruhr Lunchbreak. Hartelijk welkom bij deze lunchbreak met twee prachtige gasten. Hij is Niels Redert, de directeur van de Excelsior Foundation. En zij is een dame uit Excelsior 1. In de Eredivisie met een fluwelen linkerbeen. Anna Bakkerat. Ja. Dat klinkt heel exotisch, maar je komt uit de Oldenzaal. Ja, mijn achternaam komt wel uit exotisch land. Maar ik ben kwad Surinaams, dus vandaar de achternaam. Maar inderdaad, ik kom uit Oldenzaal. Uiteindelijk moest je daar vandaan verhuizen naar hier om in de Eredivisie te kunnen spelen. Ja. Wat is de afweging geweest? Want je speelde bij FC Twente. Ja, ik ben opgegroeid in Oldenzaal dan, eerst bij de plaatselijke club. Daarna ben ik in de jeugdopleiding van FC Twente doorgestroomd. 10 jaar daar gevoetbald, waarvan 3 jaar in het eerste. En ja, op een gegeven moment dacht ik, ik ben toe aan wat nieuws. Ik speelde bij Twente weinig, dus ik wilde gewoon vooral speelminuten maken. En toen ben ik verder gaan kijken waar ik die minuten wel kan gaan maken en wat goed voelt. En zo ben ik bij Excelsior terechtgekomen. Ja. Hoe belangrijk is vrouwenvoetbal voor Excelsior, Niels? Ja, dat wordt steeds belangrijker. We hebben 5 jaar geleden een keuze gemaakt om het vrouwenvoetbal te integreren binnen het merk Excelsior Rotterdam. En als je nu kijkt 5 jaar later waar het staat en hoe geprofessionaliseerd het is, ja, heeft het wel echt een plek in de organisatie gekregen. En persoonlijk ben ik daar wel heel erg trots op. Dat wij bijvoorbeeld alle thuiswedstrijden inmiddels altijd in het stadion voetballen wanneer de mannen niet voetballen. Ja, dat is wel een plek waar je eigenlijk vrouwenvoetbal op eredivisieniveau gespeeld moet worden. Nou heb je het over het merk Excelsior. Hè? Maar het mooie is van Excelsior, spreek ik voor mezelf, dat Excelsior ook altijd een club is gebleven. Zeker. Kijk, dat is een kleine organisatie. En waarin het voetbal eigenlijk is de core business. Maar we zijn gewoon heel erg toegankelijk als voetbalvereniging. En dat moet ten alle tijde altijd de basis zijn. Maar we proberen wel zo goed mogelijk te presteren. Dus ook de ambities bij de mannen is zo hoog mogelijk voetbal. Het liefst op eredivisieniveau. En daar zijn we ook met z'n allen keihard aan het werken richting de toekomst. Maar dat is ook bij de vrouwen, maar ook bij de maatschappelijke tak. Proberen we met minimale middelen het maximale eruit te halen. Nou was FC Twente nog steeds overigens een topclub in Nederland. Daar zit ook een piramide onder van een opleiding waarmee je dan langzaam meisjes opleidt tot vrouwen in de eredivisie. Dat is bij Excelsior gaande. Ja, we hebben nu een belofte elftal en een onder 19 elftal. En dan het eerste elftal, dat is volledig Excelsior. Dus langzaam maar zeker komen de talenten van onderdoor, als het goed is. En nou ben jij de een die al houdt van zelf voetballen. Mm-hmm. Maar jouw hele leven is nu ook professioneel gezien voetbal. Kan je ons even meenemen in hoe zo'n weekje er dan uitziet? Oh god. Maandag trainen wij 2 keer. 'S Ochtends en? Nee, vroeg in de middag en dan later in de middag. En dan tussendoor blijven we op de club. Dan gaan we wat eten met z'n allen of wat spelletjes spelen. Dinsdagochtend geef ik training bij Torbeke aan een middelbare school, eerste en tweede klasses. Daarna ga ik zelf trainen en dan 's avonds geef ik nog training bij VV Spirit. Nou, woensdag is 1 middagtraining, donderdag hetzelfde als dinsdag. Vrijdag wedstrijd, zaterdags uitlooptraining en zondag ben ik vaak vrij. Of ik moet een wedstrijd hebben op zondag, dat kan natuurlijk ook nog. En dan woon je ook nog met 2 teamgenoten in huis? Ja, 2 teamgenoten nu in huis en die ken ik al wat langer vanuit mijn jeugd bij Twente, dus dat is wel gezellig. Gaat het dan altijd over voetbal? Nee, zeker niet. Het moet ook over andere dingen gaan, anders is het niet gezond. Waar gaat het heen met het vrouwenvoetbal bij Excelsior? Laat ik je eerst een andere vraag stellen. Waar denk je dat het vrouwenvoetbal überhaupt heen gaat? Ja, dat vind ik een interessante vraag, want het vrouwenvoetbal binnen Nederland is er natuurlijk nu inmiddels al een tijdje. De Eredivisie bestaat langer dan 10 jaar. Alleen je ziet wel de afgelopen 3-4 jaar wel dat er echt serieuze stappen worden ondernomen. We zijn steeds vaker als op tv, er is een naamgever aan de competitie verbonden. De buurman, Feyenoord is toegevoegd aan de Eredivisie, wat een hele goede zaak is, denk ik. En zo proberen we stap voor stap met elkaar in samenwerking met de KNVB de Eredivisie naar een hoger plan te trekken. En dat het wel echt professioneel gaat worden, waar je gewoon gelijke kansen voor vrouwen aan
aanbiedt, net als de mannen. Het zal financieel denk ik nooit gelijk worden, want de exposurekracht en de aantrekkingskracht van vrouwenvoetbal is gewoon anders dan mannen. Dus ja, wij vinden ook niet dat je het moet vergelijken met de mannen, maar we vinden wel dat het een gelijke positie binnen een voetbalvereniging of binnen het voetbal moet krijgen. En hoe zien jullie dat zelf als speler? Blijft vrouwenvoetbal nou zoiets als wat nu honkbal is? Dus als er grote evenementen zijn, dat het dan stampvol zit, dat er heel veel televisie gekeken wordt en zodra je dan weer in de competitie komt, dat er dan een handjevol mensen zitten? Of is dit gewoon een kwestie van tijd voordat je naast het mannenvoetbal ook goed bezochte vrouwenvoetbalwedstrijden hebt? Nou, ik denk sowieso dat het een kwestie van tijd is, want de Oranje Leeuwinnen, die trekken wel heel veel publiek. Ja? En ik merk wel bij ons in de stadions wordt al steeds iets meer publiek. Zeg maar de grotere wedstrijden dan tegen een Ajax, PSV en Twente. Dan zit wel steeds meer publiek in het toeschouwers op de tribune. Ja. Maar ik denk dat je het nooit moet gaan vergelijken met het mannenvoetbal. Maar het heeft tijd nodig. En wat moet je dan niet vergelijken? Het voetbal zelf? Het voetbal zelf. Ja. Nee, mannen zijn natuurlijk een stukje sneller, een stukje sterker. Ik denk dat wij, maar dat is in tennis en atletiek en in zwemmen precies hetzelfde. Ja, 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 maar jij gaat ook niet een vrouwelijke tennissen tegen een mannelijke tennissen, nee, toch? Ja. Maar dat zit even vol. Die beloningen die zijn steeds gelijker geworden in elk geval. Ja. Wat dat betreft hebben we nog wel een lange weg te gaan. Dat denk ik nog wel, maar ja, als het met kleine stapjes gaat, dan is het ook goed. Ik heb nog een heel ander idee. Laat ik je eerst even vragen. Een haakje naar wat je net zei. Het wordt wel steeds aantrekkelijker. We zijn op tv. Wat dat betreft heb je een primeur voor een partij die jullie als Excelsior aan jullie hebben weten te binden. Ja, klopt. Vanochtend een akkoord gehad met Nederlof Fish. Die wordt de komende 3 jaar onze nieuwe hoofdsponsor van de Excelsior Rotterdam Vrouwen. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Want die gaat ervoor zorgen dat we weer een vervolgstapje kunnen maken in de ontwikkeling en professionalisatie van het vrouwenvoetbal binnen onze voetbalclub. Dus ja, dat is een mooi primeur. Maar het is eigenlijk al eerder begonnen. Een half jaar tot 9 maanden geleden zijn we met een heel actief werkgroepje aan de gang gegaan. Om een nieuw beleidsplan te schrijven rondom de Excelsior Rotterdam vrouwen. En daarin zijn ook al een aantal partijen aangehaakt. Zoals Juno, One Digital NL. Die investeren in wat nu misschien nog niet heel erg zichtbaar is. Maar wel heel veel aantrekkelijkheid heeft richting de toekomst. En wat zien ze er dan in? Potentie. Het vrouwenvoetbal, wat jij net eigenlijk terecht samenvat, is dat er nog een lange weg te gaan is. Alleen je ziet wel dat het stappen voorwaarts maakt. En er zijn maar weinig partijen die willen investeren in iets wat misschien over 5 tot 10 jaar wel professioneel is. En nu misschien nog in de ontwikkeling is. Ja, en die partij heb je wel nodig. Wil je vervolgstappen gaan maken? Ja, met die partijen zijn we natuurlijk heel erg blij dat zij een stukje sponsoring willen doen. Waardoor wij en betere speelsters kunnen halen. Betere faciliteiten kunnen aanbieden. Huisvesting zoals dit jaar voor het eerst hebben aangeboden aan speelsters. Ja. Daar hebben we wel gewoon euro's voor nodig om die ontwikkeling te maken met elkaar. En ja, die professionalisatie zit een vrouw in. Gelijke kansen bieden, maar ook gelijk optreden. Dus 6 keer in de week trainen, wat Anne zegt. Eigenlijk een fulltime profvoetbalster zijn. Ja. Krachttraining aangeboden krijgen. Op allerlei andere vlakken ondersteuning aanbieden. Bijbaantjes, dat soort zaken. Ja, dat wil je met elkaar faciliteren. En dat moet wel stap voor stap. Ja, want uiteindelijk moet je in die eredivisie ook meer punten gaan halen dan jullie doen. Ja. Maar ja, dat gaat langzaam, maar dat klopt. Hoe is dat eigenlijk? Wat? Nou ja, om in de elftal te spelen, dat toch gewoon onderaan staat. Behoorlijk stevig. Nou, op dit moment nog niet hoor. Dat valt nog wel reuze mee. maar ons doel is wel gewoon elk jaar een beetje een stapje hoger te eindigen. Ja, en dat lukt elk jaar hè? Tot nu toe gaat het de goede kant op inderdaad. Dus hopelijk dit jaar weer. Zullen we even wat laten zien? Want jullie speelden ondanks gelijk tegen PSV. Klopt. Wat ook een topclub is in Nederland. Een soort van bizarre wedstrijd. In elk geval stond het 1 minuut voor tijd. Nog 3-2 van PSV. Het was in de 85e minuut scoorde PSV de 3-2. Dus en daarna gebeurde er heel wat. Ga er maar even voor zitten. Want het is niet alleen zo dat ze toen 3 goals maakten. Maar wat voor goals? Hier wordt Angela Versluis weggestuurd en ze rondt het voortreffelijk af. Schitterend de 1-0 voor Excelsior. Doelvrouw Alkemade met een prachtige boogbal gepasseerd. En
En zo blijft 1-2 nog wel een spannende tussenstand. Sterker nog, het wordt 2-2. Lieve van Vliet profiteert van dat halfbakken uitverdedigen. En dan Alkemade andermaal gezien. Blessuretijd dan. Hoekschop, chaos en 3-3. Nicky Ridder bezorgt Excelsior het eerste punt van het seizoen. Want ondanks alle protesten blijft dit doelpunt staan. En zo zijn ze bij Excelsior heel blij. En zijn de zure gezichten bij PSV te zien. Ja, die corner waar die derde goal uitviel, die nam jij. Klopt. Je hebt in mijn beleving een betere trap dan de gemiddelde speler. Klopt. Bedankt. Nee, maar... ik kan aardig schieten. Ja, dat klopt. Ik kijk vrij veel vrouwenvoetbal. Ik vraag me altijd af, hoe komt het nou dat verschil in trap zo groot is tussen mannen en vrouwen? Want dat is niet... Dus ik snap dat er iets in kracht zit. Ja. Maar dit wat jij doet, dit is niet... Nee, is niet op kracht. Nee. Nee, is op techniek. En ik denk, als je vanaf jongs af aan in een goede jeugdopleiding hebt gezeten, dat je dat van jongs af aan leert. En sinds kort zijn het mas jeugdopleiding voor meiden. Dus ik denk dat die ontwikkeling nog bezig is. En dat het in de toekomst betere meiden zijn met nog een betere trap dan ik. Hoop ik. Zijn dat dingen die je heel snel vooruit ziet gaan? Ja, zeker. Kijk, dat heeft gewoon ook te maken met de aandacht die je eraan geeft. Ja, en trainingsuren. Trainingsuren maken. Heel veel uren maken onder professionele begeleiding. Op allerlei vlakken. Op het gebied van traptechniek, maar ook op het gebied van kracht. En wij vinden zelf dat wij, als Excelsior, weten wij ook wel dat we niet de beste selectie hebben van de Eredivisie. Alleen, je kan op allerlei andere punten kan je natuurlijk wel het verschil maken. Als je ziet dat wij tegen PSV in de 90ste minuut nog gelijk maken, betekent dat die meiden dus 90 minuten lang het niveau van PSV fysiek aan zouden kunnen. Ja. En dat is al een enorme stap in vergelijking met een aantal jaar geleden. Dus die meiden zijn fitter worden door meer trainingsarbeid, door meer krachttraining. En daar kan je het verschil al inmiddels ook maken. Nou kon jij zelf ook, weliswaar op amateur niveau, maar het hoogste amateur niveau, echt lekker uit de voeten. Maar als je dan Angela Versluis zo'n stiftje binnen ziet leggen, dat is echt technisch gezien heel hoogwaardig, toch? Heel hoogwaardig. Eerste aanname was goed. Ze stift een heel echt prachtig over de keeper heen. Dus dat is echt pure kwaliteit. Ja, daar ben je dan wel trots op dat een speelster een goede aanname neemt, het overzicht bewaart, de rust bewaart, en dat ze gewoon zomaar even nonchalant over de keeper heen stift van PSV. Ja, dat is natuurlijk wel geweldig. En nou moeten we toegroeien naar de situatie dat we ons daar niet meer over verbazen, maar dat dat normaal wordt. En dat lijkt me een haalbare zaak. Absoluut. Ja. Nog even naar die sponsors terug, hè. Wat mij zo opvalt, als ik ga kijken, ik ga hier op Varkenoord, ben ik een paar keer geweest. Die sfeer op de tribunes totaal anders dan bij mannenvoetbal. Is dat ook iets misschien waar sponsors op kicken? Ik denk het wel. Zeker, want wat jij bedoelt is eigenlijk dat de sfeer die totaal anders is. Het is bij de mannen soms wel eens haatdragend. En bij de dames is het heel erg warm. En je ziet ouders, je ziet supporters die gewoon enorm trots zijn dat het vrouwenvoetbal hier in Rotterdam gespeeld wordt. Ja, en dat straalt het wel uit. En ik denk dat je als sponsor ook wel zoekt dat die toegankelijkheid en die warmte rondom zo'n voetbalclub, rondom zo'n wedstrijd, ja, dat is wel aanlokkelijk. En dat steekt wel aan mensen aan. Dat merk je ook wel. De sponsors die bij ons betrokken zijn, of die sponsors zijn ook enorm betrokken. Dus zijn ook aanwezig bij soms bij training of bij businessclub evenementen of bij wedstrijden. Goed. Ja, dat is wel heel erg gaaf om te zien. Zijn jullie als speelsters ook betrokken bij die sponsors? Doen jullie daar dingen voor? Kennen jullie ze? Praten jullie daarmee naar wedstrijden? Ja, vorig jaar kon het natuurlijk niet met de coronamaatregelen. Nee. En dit jaar hebben we nog maar 2 thuiswedstrijden gehad. Maar we zijn wel maatschappelijk inzetbaar inderdaad. Ja. En voor wat bijvoorbeeld? Binnenkort is de kinderboekenweek. Dus dan zullen we naar klassen gaan. Ga je voorlezen? Ja, misschien. Of ik of een andere teamgenoot inderdaad. Dus dat soort dingen doen we dan wel. En die uitstraling is misschien ook een beetje anders dan de mannen die je heel vaak, zal ik maar eerlijk zeggen, blasé ziet acteren. Ja. En vrouwen die het gewoon nog leuk vinden en belangrijk en weten dat ze heel veel te winnen hebben.
Precies. Nou ja, kijk, wat een enorme winstpunt is, ook op maatschappelijk vlak, is dat je de dames als rolmodel kan inzetten. Dat zijn ook gewoon onze profspelers. Zo moet je het ook gewoon zien. Op die manier ook gelijk behandelen. En dat zij zich willen inzetten en dat ze het ook nog leuk vinden. Ja, dat is eerlijk is eerlijk. Dat is inderdaad wel een verschil met de mannen. Al zijn er echt wel een aantal mannelijke spelers die echt heel erg actief zijn. En ook wel hun beste beentje voorzetten om daar een bijdrage aan te leveren. Zeker bij jullie. Zeker bij Excelsior is dat laagdrempelig en makkelijk te organiseren. Want elke speler die doet daar mee. En dat is denk ik ook wel weer de kracht van Excelsior. Bij ons is het een soort van semi-verplichting. Dat elke speelster of elke speler ook zijn maatschappelijke bijdrage moet leveren. Maar wel op het niveau waar zij zichzelf comfortabel bij zoeken. En dat is denk ik ook nog wel een hele belangrijke. Want iemand die niet graag voorleest, moet je niet voor de klas gaan zetten. En die kan je dan beter bijvoorbeeld naar een clinic of naar een trainings toesturen. Als je trouwens zelf vragen hebt of aan Anne of aan Niels, dan ben je van harte welkom op www.dereur.nl. Of als je via Facebook zit te kijken, kan je gewoon je vraag stellen als een reactie onder deze uitzending. Ik denk ook wel eens, alles wordt normaal, hè? Dus als je in zo'n stadion zit bij mannen Eredivisie wedstrijden en je kijkt om je heen en je hoort wat er gezegd wordt, het went een beetje. En dan sta ik daar en dan zie je supporters van verschillende clubs door elkaar. En dan roepen ze hup Feyenoord in dit geval. Gewoon zoals het, ik zou bijna zeggen, zelfs ik heb ze niet meegemaakt, maar zoals het in de jaren 50 was. Dit is Vaas Wilkes, Abel Lensra, Dick van der Polder, Heimer Lagerwaard. Ja, helemaal eens. Het zijn families die op de wedstrijden afkomen. Ja. En het is een veel toegankelijkere en rustige sfeer. Ze zijn hartstikke fanatiek, maar wel op een hele positieve manier. En als een wedstrijd verloren wordt, dan wordt dat erkend. En ondanks dat er gebaald wordt, het wel geaccepteerd. En dat zie je ook in het veld eigenlijk. Hè. We weten allemaal hoe het bij de mannen daaraan toe gaat. Wat op scherps van de snede gaat. En soms wel als onsportief of soms wel heel erg overdreven. Ja, bij de dames zie je dat veel minder terug. Dus daar wordt ook hard gespeeld en terecht, want het gaat om de punten en om de knikkers. Maar als er een overtreding wordt gemaakt, dan zal er nooit weinig onderling echt keihard gestreden worden. En dat is wel, ze hebben onderling heel veel respect voor elkaar en dat vind ik wel mooi om te zien. Ik denk dat mensen, dat publiek daarnaar snakken. Ja, wij rollen niet zo lang over het veld als de mannen, als er een overtreding wordt gemaakt. Ja. Ja, dat scheelt wel een hoop. Dat trainerschap, hè? Ja. Wat vind je daarin? Bij Torbeck en bij Spirit. Ja. Ja, leuk. Leuk, de andere generatie natuurlijk weer. Jongere meiden. Maar bij Spirit is het meer, die meiden vinden het vooral leuk. Er zit niet zozeer achter dat zij profvoetballer willen worden. Dat is bij Torbeck misschien anders. Daar zitten er nog wel een enkeling tussen die droom hebben. En dan probeer ik vooral uit mijn eigen ervaringen dingen te delen met ze. Ja. Dat is ook geweldig dat je dat kan doen. Richard Mank is de trainer. Dat is een man. Ja. Zijn er, tenminste, ja, dat kunnen we hier wel vaststellen. Hoe ziet die staf er verder uit? Zitten daar vrouwen in? We hebben Mandy van der Heijden. Dat is onze enige vrouwelijke staflid op dit moment. En die wordt volledig als trainer gezien. Ja. Hoe kan dat? Ja, eigenlijk. Ik denk dat het trainerschap is dan weer het volgende stap in het vrouwenvoetbal. Ik denk dat er weinig. Dat is jouw generatie, zeg maar, die daarin groeit. Ja, ik denk het wel. En als ik dat leuk vind, dat het voor de toekomst wel haalbaar is. Maar ik denk dat vanuit vroeger dat nu nog weinig vrouwen leuk vinden of ervaring mee hebben. Ja. Jij bent bestuurder. Als jij om je heen kijkt bij je eigen club, bij alle andere clubs, zie je ook alleen maar mannen. Hoe lang duurt dat nog? Ja, ik ben het met Anne eens dat ik hoop dat er ook stappen in komen. Want er zijn genoeg goede speelsters geweest die het spelletje snappen en die een team zouden kunnen leiden of een selectie zouden kunnen leiden. Dus ja, ik sluit niet uit dat wij in de toekomst ook een vrouw als hoofdtrainer zullen gaan aanstellen. Alleen wat je wel gewoon merkt, en dat is ook wel weer een interessante ontwikkeling. Richard komt echt vanuit het mannenvoetbal. Alleen als je ziet hoe zijn klik is met zijn staf en met zijn speelsters, is dat wel echt uniek. En dat vraagt ook echt wel hele andere skills dan het trainen van een mannenselectie. En daar heb ik wel respect voor hoe hij daar met de dames omgaat. Ondanks dat we echt wel professioneel voetbal spelen, want er moet gepresteerd worden. En dat elk jaar dat we een treetje hoger eindigen, is ook echt wel een must. Want we voetballen niet voor het plezier, maar wel echt voor de knikkers.
Alleen ja, hoe hij met die dames omgaat in het veld, tijdens de trainingen. Soms een eye over de bol en soms keihard. Ja, ik denk wel dat dat vrouwenvoetbal de voeten uit is. En je lacht inderdaad, terecht. Want dat herken je denk ik zelf ook wel. Ja, heel erg. Dat hij of echt boven de groep staat, streng en prestatie verwacht, wat ook logisch is. Maar de andere keer dat hij ook wel eens met jou gesprek aangaat van, heb je die naar je zin in Rotterdam? Hoe zit dat eigenlijk tussen Oldenzaal en Rotterdam? Ja. Mis je de thuissituatie ineens? Ja, je hebt veel meer skills nodig. Ik denk wel dat jullie als club een trainer bij de mannen, die een aantal jaren achter elkaar op de ranglijst eindigt waar de vrouwen geëindigd zijn, die staat gewoon buiten. En hier doen jullie eigenlijk wat je moet doen. Je ziet wat de situatie is. Hij haalt er blijkbaar uit wat erin zit. En je geeft hem het vertrouwen en je laat hem zitten. Ja, nee, zeker. Kijk, uiteindelijk hebben we ook dat soort gesprekken gewoon met Richard. Er moet gepresteerd worden. En dat evalueren we op regelmatige basis. Alleen je ziet wel ontwikkelingen. Je moet ook wel realistisch waar je als Excelsior Rotterdam vrouwen staat in vergeleken met de rest van de competitie. Daar is nog een wereld te winnen. Alleen ja, het model hoe Excelsior het aanpakt is totaal anders dan dat Ajax, PSV of Twente doet. En dan heb ik het vooral over het sponsormodel. Wij proberen allerlei nieuwe sponsors aan het merk Excelsior te koppelen. En bij andere organisaties wordt het vanuit de voetbalclub gefund. Ja, dat heeft natuurlijk een heel ander vertrekpunt. Hoe gaan jullie die piramide maken onder het eerste elftal en de belofte? Hoe bedoel je dat precies? Nou ja, je moet uiteindelijk natuurlijk zorgen dat spelers uit je eigen opleiding en je eigen stad in dat eerste elftal komen te spelen. Ja. Nou ja, wat wij nu hebben onder de BVO, dus de betaald voetbalorganisatie, hebben wij onder 19 beloftes en eredivisievrouwen, die hangen daaronder. Maar daar bij de jeugdopleiding van de voetbalclub hebben wij inmiddels onder de 12, onder de 13, onder de 14, onder de 16 ook voetballen met jonge meiden. Bij de amateurs van Excelsior. Bij de amateurs van Excelsior. Terwijl de jongens in de jeugdopleiding van de profclub. Precies, ja. Maar hoe lang denken jullie dat verschil vol te kunnen houden alleen maar omdat je of een jongen of een meisje bent? Nou ja, dat is wel een hele interessante natuurlijk. Kijk, wij hebben wel als ambitie uitgesproken dat ook vanuit onder de 12 dat al die meiden meer moeten gaan trainen. Dus ook daarin stapjes moeten gaan maken en op hetzelfde niveau van de jeugdopleiding van de jongens moeten komen, zeg maar. Ja. Nou ja, ik verwacht wel dat binnen nu dat daar 3 jaar wel echt serieuze stappen in gaan maken. De meiden van 12, 13 jaar kunnen niet over 3 jaar nog 2-3 keer een week trainen. Wij wel als we een goede afspraak kunnen maken met onder andere Thorbecke. En dat ze bijvoorbeeld een extra trainingsmoment via hun school kunnen krijgen. En zelf ook nog extra trainingsmomenten kunnen inbouwen. Ja, dan ga je een jeugdopleiding bouwen waarin je talenten uit de regio gaat ontwikkelen. Ja. Ja, en met als doel dat ze de nieuwe Lieke Martjes worden of de nieuwe Ander. Ja, ja. Dat zou maar mooi zijn. Er wordt een vraag gesteld. Niels, hoeveel jaar heeft het vrouwenvoetbal nog nodig voordat we ze gelijkwaardig gaan zien, zoals dat bij tennis of schaatsen aan de hand is? Nou ja, ik denk dat niet alleen. Er zijn wel heel veel partijen afhankelijk. Kijk, als een ESPN of een andere partij steeds enthousiaster en geïnteresseerder raakt in het vrouwenvoetbal, dan wordt het veel meer in Nederland gezien als de NOS structureel straks blokken vrouwenvoetbal inbouwt tijdens primetime NOS. Ja, dus dat gaat natuurlijk gebeuren. Ja, dat gaat in de toekomst gebeuren. Ja. En we hopen zo snel mogelijk, maar als dat soort partijen het ook gaan omarmen met elkaar. En dat die eredivisie steeds sterker wordt. En dat we nu met 9 ploegen uit gaan bouwen naar 12, 13, 14 vanuit heel het land gedekt. Ja, dan is het een kwestie van tijd. Ja, en hoe lang dat gaat duren. Ik hoop dat binnen nu 3 jaar echt wel serieuze stappen gaat maken. Andere vraag die er van uit elders gesteld wordt. Hoe kijk je naar de stadsderby? Excelsior Feyenoord. Ja, daar heb ik heel veel zin in. Spelen jullie eerst thuis trouwens? Ja, en die wordt uitgezonden op televisie. Dus op ESPN. Dus onze eerste uitzending op ESPN ook dit seizoen. Maar ik heb er heel veel zin in inderdaad. Ja. En hoe heb je enig idee hoe kwalitatief dat verschil nog is? Tussen ons en Feyenoord? Ja. Ze zijn natuurlijk net begonnen. Ze hebben 3 wedstrijden gespeeld. Dus ik vind het nog moeilijk 2 om daar gelijk, 1 gewonnen. Ik vind het dus moeilijk om daar echt nog een oordeel over te geven. Want ze moeten eigenlijk nog tegen de topclubs moeten ze nog spelen. Maar dat het spannend gaat worden en dat er een strijd gaat. Ja, je gaat ervoor, hè? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Nee. Ik kom dan hier niet uit de buurt, maar ik voel wel dat het een belangrijke wedstrijd gaat worden. Ja. Ik kan me voorstellen dat je het niet weet, maar wanneer is het? Zondag 31 oktober. Nou, klopt. Ja. Zorg dat je erbij bent, zondag 31 oktober. Uitverkocht huis, dat is wel
Ik heb het misschien hoog ingezet, maar ja. we hopen echt wel dat het stadion minimaal 2/3 gevuld wordt met geïnteresseerde mensen die naar de eerste Eredivisie derby willen kijken. Want ik dat is kom er nu spontaan op, maar is het misschien leuk als je 2 keer 2 kaarten ter beschikking stelt? Zeker, lijkt me leuk. 4 keer 2 kaarten. 4 keer 2 kaarten. www.reur.nl als je je daar meldt. En ik kan het je echt aanbevelen. Ik ben er graag bij, voor zover dat nog iets extra's oplevert. Ik ben vanuit welkom. Ja. De Excelsior Foundation. Bestaat 10 jaar? Ja. Wat betekent dat? Nou ja, feest. Nee, we zijn 10 jaar geleden in 2011 met toen de directie vanuit Veridaan, Wouter Gudde met een aantal andere initiatiefnemers zijn we een stichting gestart. Toen het nog helemaal niet zo normaal was? Nee. Nee, dat was inderdaad niet normaal. Niet dat je het borgde in een aparte financiële stichting. En dat jij als voetbalclub, als betaald voetbalclub, maatschappelijk goed ging doen. Ja, inmiddels hebben wij toen de stoute schoen aangetrokken om een stichting op te richten. Om het MVO-beleid, dus het maatschappelijk beleid van een voetbalclub, kader te gaan geven. Nou, daar ben ik zelf 10 jaar geleden ook ingestapt om dat stapje voor stapje uit te bouwen. Om echt, zeg maar, als doel kwetsbare Rotterdammers te helpen via een heel interessant merk, Excelsior. En kan je het iets concreter maken? Wie helpen jullie dan en wat doe je dan? Ja, zeker. Nou, wij hebben een 5-tal maatschappelijke pijlers. Dat is het verbeteren van educatie, het stimuleren van sportparticipatie. Dus gewoon veel meer bewegen. Gezonde levensstijl is erg belangrijk. En reïntegratie. Dus het zijn eigenlijk 4 dan leefbaarheid. Reïntegratie naar werk. Reïntegratie naar opleiding en of werk. Kan je dat dan weer wat concreter zeker. Maken? Laten we reïntegratie nemen. Ja. Welke rol speel je daar? Nou, we hebben een 2-tal reïntegratieprogramma's. Voor 1 apart voor vrouwen, 1 apart voor mannen. Waarin de doelgroep werkloze Rotterdammers zich kunnen aanmelden voor een traject van 10 weken. 16 tot 24 uur begeleiding per week. Vanuit onze 2 reïntegratiecoaches die... En dan komen die mensen op de club? Ja, in ons leercentrum komen ze een heel traject volgen. Waarin allerlei partners vanuit de stad, vanuit de club, sponsoren of maatschappelijke sponsoren. Die een workshop geven op het gebied van hun expertise. En bijvoorbeeld, wat ik zelf een mooi voorbeeld vind, is de Berco Schoonmaakgroep. Die geven een workshop over hoe interessant schoonmaakwerk kan zijn. En voor ze zoeken ten alle tijde laag gekwalificeerd personeel of personeel wat graag wil werken. Ja, dan heb je een hele mooie match natuurlijk met de doelgroep die hier in Rotterdam werkloos rondloopt. En op onderwijs, wat doen jullie daar? We hebben een educatieprogramma. Kan je het zo concreet maken? Heb je iemand onthouden die jullie geholpen hebben in dat onderwijsprogramma? Zeker, we hebben een meisje geholpen. Een meisje wat sociaal, emotioneel achterstand had op school. Waardoor ze niet heel goed presteerde op school. Die halen wij naar Excelsior toe. Net als 225 andere kinderen per jaar. En die proberen we exclusief te helpen op bepaalde skillsontwikkeling. En dat meisje was heel erg... teruggetrokken tot zichzelf, verlegen en durft eigenlijk geen vriendjes of vriendinnetjes te maken. En 13 weken later stond ze voor een volle groep te presenteren wat ze bij Excelsior geleerd had. Ja. Ja, dat zijn voor ons de meest concrete voorbeelden. Plus dat die programma's die ik net benoem, die zijn allemaal effectief bewezen. Dus we doen onderzoek, dus we maken echt daadwerkelijk impact en het verschil. En dat is natuurlijk heel erg mooi dat een voetbalclub vanuit die hoedanige ook Rotterdammers kan geweldige helpen. Geweldige baan, hè? Ja, heel leuk. Er wordt je tenslotte een gewetensvraag gesteld, Niels. Door Lennart, als jij een training mee zou gaan doen met de Excelsior Dames 1, zou je nog mee kunnen? Ik ben benieuwd. Misschien een warming-up. Nee, die meiden zijn trainen 6 keer in de week. Ze zijn hartstikke fit. Ik denk niet nadat ik gestopt ben inmiddels 2,5 jaar geleden dat ik zomaar aan zou haken. Nee. Nou, je mag een keer uitproberen, hoor. Ja, kom maar een keer langs. Nou, dat kan ook allemaal. Kijk, wil je daar ook nog kaarten voor? Voor de training, ja. Ben ik nog iets vergeten te vragen waarvan jij zegt dat wil ik wel kwijt? Alles is gekofferd, denk ik, ja. Als we het nou toch over sport hebben en mensen die vertegenwoordigen, dan vind je echt een sieraad voor je sport. Bedankt. En voor je club. Bedankt. Dus ga daar vooral mee door. En we hopen nog heel veel van je te horen in je carrière en met alles wat daarna komt. En dat geldt, maar je hebt een minder grote toekomst voor je. Geldt ook voor jou, Niels. Heel veel succes met alles. Dankjewel dat jullie er waren. En jij bedankt voor het kijken. Je was een fantastisch publiek. En volgende week woensdag, dan zijn we er weer. Tot dan. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Jax.nl.